Wat is comorbiditeit? Stel, je hebt autisme. Je kan dan in meer of mindere mate moeite hebben met de communicatie met andere mensen of het aangaan van sociale relaties. Of het kan ook zijn dat je vastloopt met organiseren en plannen. Of dat je moeite hebt met veranderingen. Sommige mensen met autisme hebben ook last van angsten. En soms is er ook sprake van een dwangstoornis. En, je kan daarbij ook nog last hebben van depressieve klachten. Dat kunnen dus heel veel klachten zijn die tegelijkertijd aanwezig zijn. Is dat allemaal autisme? Nee, in zulke gevallen is er sprake van meerdere psychische stoornissen tegelijkertijd. Dat noemen ze comorbiditeit. Letterlijk betekent comorbiditeit een ziekte erbij. Autisme hoeft daar niet per se onderdeel van te zijn. Je kunt ook een depressie en een angststoornis hebben. Bij een goede diagnose worden deze klachten uit elkaar getrokken en apart gediagnosticeerd.